En in die periode heeft trainer Daniel Hulsebos kunnen werken aan een nieuw team. Dat voornamelijk bestaat uit jonge spelers en speelsters. De vraag is alleen of het team klaar is voor de stap naar het hoogste niveau. Of je uiteindelijk er klaar voor was, dat blijkt aan het einde van het seizoen. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Ik vind dat wij gestaag doorgaan met waar we mee bezig zijn en zijn geweest. En dat gaat best goed en we hebben alle redenen om vertrouwen te hebben om in de Korver League te blijven. Een van de grote talenten is jong Oranje-speler Jelmer Jonker. Van hem wordt veel verwacht en dus zijn vele ogen op hem gericht. Ik denk dat de druk bij iedereen even groot is. Je doet als team met elkaar en ik ben daar een onderdeel van. En ik heb bepaalde taken, die probeer ik zo goed mogelijk uit te voeren en anderen hebben andere taken. En die druk op die taak die is voor iedereen even groot. DOS 46 begint de competitie met een uitwedstrijd tegen AWDTV in Amsterdam. En dat is geen onbekende voor de Nijenveeners. We hebben vorig jaar 5 keer tegen hun gespeeld. In de competitie 2 keer gewonnen, 2 keer verloren. Finale verloren. Dus uit dat open zou je zeggen van wij zijn de underdog. Maar zo gaan we er absoluut niet naartoe. We gaan vol vertrouwen. En we zijn fit, we zijn fris, we zijn gretig, we zijn jong, we zijn goed. En we zijn ook nog een beetje weerbaar. Dus wij gaan daar volle oorlogsterkte naartoe. Tussen 2005 en 2009 stond DOS 46 5 keer in de zaalfinale. Maar dat lijkt dit jaar nog niet haalbaar. Het zou natuurlijk fantastisch zijn, maar laten we maar gewoon eerst 2 ploegen onder ons houden. Gewoon heel goed ontwikkelen en als team elke dag weer beter worden. En dan op langere termijn gaan we dan vanzelf wel dat halen wat we willen halen.